Hoi, vandaag heb ik een review video voor jullie en dat zijn twee lipsticks uit de Essence Long Lasting Lipstick Line. Dat zijn deze twee lipsticks. Ik heb deze laatst gekocht bij het Kruidvat en ik dacht, laat ik er een review van maken. Nou, dit zijn dus de twee lipsticks. Ze hebben allebei een zwarte huls met een ring waar je aan je kan zien welke kleur het is. Dat vind ik wel heel handig. Aan de bovenkant hebben ze allebei de E staan van Essence. En aan de onderkant staan de kleuren. Dus dit is 01 Coral Culling. Waar staat hij op z'n kop? Ja. 01 Coral Culling. En dit is nummer 12 Blush My Lips. Dus ja. We gaan deze eens openmaken en dan gaan we kijken hoe ze staan, hoe ze aanbrengen en ja. Nou, ik begin met 01 Coral Culling, omdat dit de lichtste kleur is. Dit is nog eventjes een close-up van de lipstick. En daar label. Nou, dit is hoe de lipstick eruit ziet. Als het niet duidelijk is, dan zou ik nog even foto's erin plaatsen. Maar ik hoop dat het gewoon duidelijk is. Dit is dus de lipstick. Nog een stukje langer. Ik heb ze allebei wel al op gehad. Om te testen hoe lang ze blijven zitten. En ja, dit is dus de lipstick. En ik zal hem even aanbrengen. Dit zijn mijn lippen zonder iets erop. En ik zal hem even aanbrengen. Zoals je ziet is het een hele subtiele kleur. Je ziet hem niet heel erg. Hij geeft wel wat glans af en hij maakt je lippen heel zacht. En ja, je ziet wel een beetje kleur, maar het is niet echt heel veel. Maar ik vind hem wel heel mooi. En ja, ik ben er wel heel blij mee. Nou, dan gaan we nu naar de tweede kleur. En dat is dus nummer 12, Blush Me Up. Blush My Lips bedoel ik, sorry. Dat is deze kleur. Daar is het label. En mijn licht is opeens weg. Dus ik hoop dat het terugkomt. Maar ja, sorry daarvoor. Ik film met daglicht. Dus dat kan af en toe een beetje veranderen. Sorry als ik steeds over mijn camera heen kijk. Want ik heb mijn camera nu op een andere plek staan dan normaal. Dus ik heb er een spiegeltje achter staan en ik moet een beetje kijken of alles scherp stelt en zo. Want dan film ik niet met deze camera. Maar goed, terug naar de review. Dit is dus de lipstick. Dit is de kleur. Ik vind hem echt heel mooi. Het is een beetje donkerroze. Maar toch iets meer richting de paarsige kant. En ja, ik vind hem wel heel mooi. Hij is wel opvallend, in tegenstelling tot de andere. Maar ja, ik zal hem even opdoen. Nou. Dit is de kleur. Zoals je ziet is deze een stukje verder dan de andere. Maar ik vind hem wel heel leuk en heel mooi. Dus ik ben echt wel heel blij dat ik deze gekocht heb. Nou, laat ik deze dan ook maar gelijk ophouden voor de rest van de video. Nou, gaan we nog eventjes kijken. Dit zijn dus twee lipsticks. Die heb ik gekocht bij de Kruidvat. En ze zijn €2,39 per stuk. Dus ja, dat is helemaal niet duur voor een lipstick. En ze zijn natuurlijk long lasting. Dus dan moet ik natuurlijk ook eventjes duidelijk maken of ze dan echt long lasting zijn. Nou, het verschilt bij mij per lipstick. Coral Culling moest ik echt na 1,5 uur ongeveer wel weer bijwerken. Omdat die er echt gewoon compleet af was. Dus deze zou ik niet echt long lasting noemen. Maar ik had laatst Blush My Lips op. En die is de hele dag is die blijven zitten. Ik heb hem echt gewoon helemaal niet bij hoeven werken verder ofzo. Dus ja, deze vond ik wel echt
heel lang les in. Dus ik weet niet of ik toen die dag met Coral Calling iets fout had gedaan. Of dat ik gewoon te veel aan mijn lippen zat of zo. Maar ja, die vond ik niet heel erg long lasting. Maar als ik naar Blush My Lips kijk, is die wel heel erg long lasting. Hij is gewoon de hele dag goed blijven zitten. Ik heb gewoon gegeten, gedronken, dat soort dingen. En ja, het is wel gewoon blijven zitten. Dus ik zou ze wel long lasting noemen. Maar ik zou hem toch voor de zekerheid meenemen in je tas, zodat je eventueel onderweg kan bijwerken. Of halverwege de dag als het er af is. Nou, voor de prijs van €2,39 zou ik deze lipstick zeker aanraden. Als ik ze een cijfer mocht geven tussen 1 en 10, zou ik ze denk ik een 8 geven. Puur omdat ze naar mijn mening sommige niet heel long lasting zijn. En zoals Coral Calling zie je helemaal niet op je lippen eigenlijk. Ze hadden wel nog veel meer kleurtjes, maar ik heb alleen deze twee. Ik wil er wel nog meer kopen. En ja, misschien zie je daar nog een review van op mijn site. Ik ga niet nog een video maken. Maar misschien als ik er meer koop, dat ik het dan op mijn site zet. Dus ik zal de link naar mijn site in de beschrijving zetten. En dan kan je dat in de gaten houden. Om ja, te kijken of er nog meer reviews hiervan komen. Of misschien kan je gewoon andere leuke artikelen vinden op mijn site. Want ja, ik heb dus een blog ook. En daar schrijf ik ook gewoon reviews, maar ook gewoon lifestyle dingen en dat soort dingen. Dus ja, als je het leuk vindt, moet je zeker even een kijkje nemen. Link staat in de beschrijving. Nou, dat was dan mijn review van de Essence Long Lasting Lipsticks. Ja, ik vind ze dus heel fijn in gebruik en ik ben heel blij dat ik deze gekocht heb. En ik hoop dat ik er nog meer ga kopen in de toekomst. Ja, ik ga binnenkort op vakantie. Dus ik denk niet dat ik voor de vakantie nog lipsticks en zo. En ja, andere make-up dingen ga kopen. Omdat ik toch wat geld wil gaan sparen voor de vakantie. Maar ik denk dat als ik terug ben, dat ik dan wel weer make-up ga kopen. Want dan ga ik sowieso met vrienden naar de stad. Dus ja, als ik daar nog leuke dingetjes koop, dan zal er ook zeker een shoplog online komen. Dus hou dat ook in de gaten. En ja, ik hoop dat jullie het leuk vonden en nuttig. En ja, tot de volgende keer. Doei!